Op mijn Discord heb ik een kanaal genaamd Suggesties. En deze suggesties lees ik daadwerkelijk af en toe. Zoals nu ook. Een paar dagen terug heeft Nooit Schildpad een spelletje ingestuurd. En dit spelletje is niks minder dan Afton Build. En dit spel is een demo van een nieuwe Five Nights at Freddy's fangame die wel even een backstory heeft. Want dit spel heeft Scott officieel zelf ook gespeeld. En hij zag het als iets heel moois wat uitgebreid kan worden tussen Five Nights at Freddy's 3 en Five Nights at Freddy's 6. Alleen op het laatste moment blies hij het af en zag hij het als een risico. Al maar dus niet in te investeren. Dus ja, ze hebben nu de demo wel uitgebracht. Of het nog in ontwikkeling is, weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat wij dit nu samen gaan spelen. En even heel kort. Wij zijn de mechanic wat dus in Five Nights at Freddy's 3 aanwezig is. Die ervoor zorgt dat alle animatronics in orde blijven. En hij vindt daar, na wat er is gebeurd, ik kan me het niet goed herinneren, the spirit of the founder of Freddy Fazbear's, William Afton, in een van die kapotte animatronics. En dan in dit spel gaat dus de mechanic en Afton samenwerken en zorgen ze dat Afton een nieuw lichaam krijgt om weer te kunnen leven. Oké, we beginnen dus met cutscenes, maar dan de tekeningen ervan, want het idee is dat het allemaal nog geprogrammeerd moet worden. Wat gek om te zien, dit is gewoon dus echt een demo. Oh, wat? Dit is wel echt heel uniek om te zien. Ik voel deze muziek ook wel. Dit is gewoon een kijkje in game development. Gewoon al deze sketches voordat het überhaupt geanimeerd en geprogrammeerd wordt. Kijk nou joh. Er stond wat in de fik of zo. Hij haalt adem. Dat zijn die mensen van de... Ja, dit is die brand natuurlijk, of niet? Dit is wat er in Five Nights at Freddy's gebeurt, toch? Die brand. Dat is voor mij wat te lang terug, maar... Oh, ja, dat is... Ja, 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 ja. En hij gaat dus naar binnen en dan vindt hij daar William Afton. Althans, in een animatronic pak. Hij neemt hem zelfs mee. Maar hij hoort wel mensen. Oh, nee. Het pak is kapot gegaan, maar hij gaat alsnog ermee verder. Wat cool! Dit is zo vet! Alleen er komt iemand... Wat doet hij? Oh, er komt iemand... Nee, hij gaat naar buiten. Oh, dit is wel echt heftig, joh. Is hij gespot? Nee, hij is niet gespot. Hij gaat wel met zijn busje weg. Oké, dit is wel echt gewoon... We moeten er een beetje inbeelden, maar ik vind het wel echt super dat ze dit alsnog hebben vrijgegeven. Als demo. Damn. Beetje verbeelding, maar de cutscene was wel heel erg gaaf. En daar zijn we dan. Afton Build. Oh, het ziet er ook gewoon al goed uit. Kijk dan, dit is... Oh, dit is Play. New game. Ja! Waar moeten we heen? We moeten naar de homebase. Dat is dus ook het idee van dit spel. Dat wij op verschillende oude locaties die we nog kunnen herkennen van de voorgaande delen. Dat we daar als het ware terugkomen. Om ervoor te zorgen dat wij William Afton weer in leven kunnen krijgen. Maar we beginnen dus bij de homebase. Ik ben heel benieuwd. Oh, we hebben weer zo'n cutscene. Kijk. Dit moet nog allemaal gemaakt worden. De mechanic neemt dus nu... Ja... Neem dus die mee. En dan... Oh, shit. Transferring... Oh, hij haalt nu de memories van William Afton uit die animatronic, of niet? Oh, hij wordt wakker. Dit is zo gek, maar ook vet. Oké, dit is minder vet. De lichten zijn uit. Oh. Oh, daar zijn we. Press F to interact. En nu? F. Well, okay. Welcome, loyal employee. And thank you for using the Afton Robotics personal assistant device as stated in clause 374 of your employee handbook. What the heck? Since we value the physical fitness and strength of all our employees, yeah, in case of emergencies, we will start your routine with some exercise. Okay.
Please perform the minor physical effort known as moving. Great. Oh, what it is? If you are unable to move, please contact an Afton Robotics representative at the number 55580. Oké, we kunnen lopen, springen, alles. Wat is dit? Heb ik nou net de tutorial gestopt? Want dan kan ik wel gaan ophouden. Ik drukte op spatie om te springen en toen drukte ik alles weg. Oh, waar zijn wij? Wat is de bedoeling? Dit is zo mysterieus. Wat hebben we hier allemaal? Robots? Wat cool! Dit is dus de plek waar de mechanic altijd heeft gewerkt of zo. Dan staat hier zijn busje of zoiets. Oh. Please crouch down by bending your knee joints. Oeh, oké. Okay. Crouch under the door. Wonderful. Oh. We know we can depend on you, making a quick escape if necessary. Yeah? Speaking of speed, how about you show us what you got? Nou, rennen denk ik. Hatsenflats, moet je kijken hoe snel we gaan. Dun 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 dun. Congratulations. Yes. You've exceeded our last measured record of... No connection to database. Please contact your supervisor to collect your badge at the listed fee. Welke in case badge? Of certain situations listed in Clause 87, it might be a safe bet to take to higher ground. If you have not neglected your upper arm training routine, you should be able to climb anything up to 1.5 times your height. Okay. 1.5 times your height, is dat dit? Oh, en wat? Nu staan we hier bovenop. Ja, leuk. En nu? Oh, kijk dan, er zijn dikke parcours. Holy, wat? Oké, wat was dat? We staan bovenop een vrachtauto. Ascend die catwalks. De catwalks hierboven of zo. Oh, we moeten daarheen. Oh, dat is voor de stroom. Maar hoe komen we daar? We zijn gel... Ik zie het al, we moeten daarheen. Dit is zo gruwelijk gemaakt. Dit is gewoon Mirror's Edge meets... Oh. Oh, we hebben onze benen net gebroken. Dit is zo gaaf. Ik sta hier echt versteld van dat dit een fan-made Five Nights at Freddy's game is. Die gewoon zo goed runt. En dat Scott dus officieel heeft gezegd van... Nee jongens, we gaan hier niet in investeren. Ja, ja, ja. Oké, we zijn er. Het heeft me echt... 6 pogingen gekost of zo. Ik weet niet waarom. Maar we zijn hoger. We kunnen nu eindelijk bij die knop komen, hoop ik. Kijk dan, joh. Wat een scaffolding. Ongelooflijk. Ik hoop niet dat we hiervan afvallen met de mechanic. Want ik denk dat we dan dood zijn. Dus laten we dit gewoon voorzichtig doen. Kijk. Thank you for partaking in your daily exercise. Ja, geen probleem. Wat de heck is dit? Er zit hier allemaal... Zo! Ik ben gelijk blind, man. Wat zit er überhaupt op? Wat is dit? Oh, wauw. Kijk hoe mooi alles eruit ziet met licht. Damn, dit is zo leuk. Ik wil de eerste missie gaan doen. We moeten terug naar de workshop. Volgens mij zijn we namelijk gewoon bezig met een tutorial. Nou, dat is helemaal niet erg. Dat is belangrijk om het een beetje te leren te kennen. Maar kijk dan, joh. Deze muziek ook. Hey jong, William Afton daar, hang je aan de muur, ik ga jou redden en dat doe ik puur door op F te drukken. Nou, we hebben de AR-pad hebben erin gezet. Dat rijmde trouwens, ik ben echt dikke rapper. Maar wat doen we nu dan? Well, it's been a long time since I've been able to get out of that miserable suit. Oh, dit is Afton. Myself one for making a work after all. Interesting. It doesn't look like this workshop is regulated. Hello? Is anyone here? Nee, ik ben alleen. Hello? Ik ben alleen. Hello? Ik ben alleen. Hello there. Ja, wat? You'll have to excuse my poor communication skills. I've just awoken from a very terrible nightmare and I need a lot of help. Okay. You're the one who freed me from the suit, correct? Ja. Oh, hij schudt zelf al, ja. Ja, dat ben ik. I see. I guess I owe you a favor for that. Ja. I apologize if this is a lot of information to take in right now. If you could lift me out of this dock, I'll give the liberty of explaining everything. Sure. Doe mij, joh. Pak op de AR-pad. Hupsakee. Oh, en een detonator. Wat is dit dan? Judging by the look on your face. Ja. You seem shocked that I'm even here, and I'm sure you've got a lot of questions you'd like answered. Ja. This form that I currently inhabit, it's less than ideal. You seem to be quite smart if you were able to free me after so long, so now that we're both here, why don't we strike a deal? If you can help me regain possession of my true form, ja. I can show you endless possibilities.
The type of things people dream of. Oh. Control over life itself. Oh. Well, we best get started. Let's see the calendar. Waar? Calendar? Oh, that doesn't look good. 2023. That makes things a little more complicated than I anticipated. Ja, dat denk ik. This material that we're after, it has a shelf life. However, it can stay fresh and useful if it remains inhabited. Like me, for example. Oh, okay. This remnant we're after. It'll be harder to obtain, but I have no doubt that the two of us have the capabilities to acquire it. In order to protect my life's work of creation and manufacturing, the canisters that held the remnant were fitted with tamper locks that would ignite and burn if someone other than me tried to get a hold of them. Oh. I've interfaced your goggles to detect these. You should see it in your overlay now. Hold control to scan what? Oh, wat is dit? Oh, moet ik die scannen? Two left in this one. Then again, this model looks like it's been through hell and back. A long time ago, we tried to expand our franchise to the southwest in Arizona, much further than the original restaurant. Okay. The managers had to cool the models down every so often with ice packs because the plastic shells kept deforming from the heat. Heftig. Trust me, I'm glad I never went back there. If we find an animatronic with an inhabited remnant core, there's a high chance it'll be hostile and on guard mode. We'll have to stun them using our surroundings before we're able to pry their tamper locks off. Try moving our friend here in front of that scooper arm. Oh, ik loop op de feiten vooruit. Er wordt echt zoveel gepraat. Maar het is wel echt heel vet. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden van die praatspelletjes. Maar het verhaal is wel echt... Het werkt gewoon, het verhaal. Het is echt gewoon interessant dat we hem gewoon nu redden. En dit ding moeten we dus nu drukken voor de scooperarm. Yes. En dan... Where did you find this anyway? Ja, weet ik niet. Things aren't exactly public knowledge. Okay. The power cord usually leads to the button to activate it. It should speak for itself. Ja, dat had ik gezien en dat was... There was an incident long ago, where Freddy was left on his guard mode during the day. He ended up calling the police on the franchise owner. What? As it turns out, the owner didn't do anything wrong. He just looked familiar. Oh, whoa! Press R to bring up your dual wheel. From here, you can select your stun bombs to be placed. Stun bombs can be used to power electronics via their buttons. With your detonator and tablet, you can detonate bombs that are inside middle mouse. You can also detonate bombs when they are in camera view. Stun bombs will also pass the animatronics in the tracks for a few seconds. Now, stun Freddy. Stun Freddy? Oh, we moeten dus... Wacht, wacht, wacht. Oh, 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 hier, 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 detonator. Die moet ik hier opplaatsen en dan met de middelmouse. Wow, wat? Scoop, scoop, dat was een scoop. Kijk, hitting animatronics with an external device will cause them to be stunned for a while. During this window, walk up and interact with them in order to remove a temper lock. Correct skill checks remove one temper lock while perfect skill checks remove two. You must remove all temper locks before you can finish off animatronic for good. We kunnen dus echt animatronics gewoon slopen. Still works after all those years. Ja, ziek. Oké, what the fuck is dat? Oké, ik ben... Wat gebeurt hier? Wat zeg je nou, William? Ik ben niet bezig met een... Unless you happen to have some dynamite or highly explosive... Dynamite? ...around in here, then we'll have to utilize the environment around us to finish it off for good. Oké. Do you have a map lying around anywhere? Weet ik niet. I'll go down the locations of the active remnant cores. Ja, return to your van. Waar is mijn van? Is dat dat busje in die garage? Ik denk het wel. We hebben blijkbaar het net goed gedaan. Het ging niet helemaal lekker bij dat Freddy masker. Maar dit is wel echt tot nu toe heel vet. Hier is mijn van. Ook al is het eerder een vrachtauto, maar goed.
Gaan we nu naar wat anders toe? Oh, damn. In this demo of Afton Build, you're given access to most of the game tools in the full game. You will unlock these throughout level completion. Kijk, dit is dus gewoon... We moeten dit gewoon doen. Recommended on first playthrough. We gaan de tutorials volgen, mensen. Oh, we back? Oh, we moeten nu weer de toolwheel omhoog krijgen. En dan moeten we de camera's gaan plaatsen. Jeetje, wat is het uitgebreid, joh. Waar zijn de camera's hier? Waar moet ik zo'n ding neerzetten? Aan de muur? Ik heb een camera geplaatst. En nu? Enter camera view. Is dat met de tablet? Oh! Oh, kijk, daar lopen wij! Joehoe! Hallo! Zie je mij? Oh, dit is de camera view. WASD en rechtklik kunnen we... Oh! Miep! Miep! We kunnen niet... Oké, ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar dit is wel echt heel cool. You've placed multiple cameras, you can switch between them. Oké, dus ik moet er nog eentje plaatsen? Ja hoor. Oké, kijk dan. Je ziet hem ons lopen. We zijn wel echt een gek mannetje, maar dat maakt niet uit. We kunnen zelfs springen. Wee. En wee. Nou, nice. Was dat de tutorial? Activate the scooper. Oh, wacht. We moeten dus nu weer omhoog klimpen met die detonator. Dit meen je niet. Oh, we kunnen ook springen. Is dat mogelijk? Yes, we hebben eentje geplaatst. En nu moeten wij dus door onze camera kijken naar dat ding. En dan drukken we hierop. Of is het nu te ver weg? Misschien moet ik hier nog een camera plaatsen, want ik krijg het niet werkend. Ik hoop dat dit dan wel goed is voor de scooper. Zullen we eens proberen? We gaan het doen. We moeten daar dus naar kijken en dan... Oh, dat was hem. Oh, dat was een tutorial, of niet? Spotlights. We moeten dus nu Freddy drukken in een spotlight. Wat moet ik met Freddy doen? Oké, dit is een beetje gek. We hebben nu wel een spotlight. Die kunnen we dus neerzetten of zo. Oh, en dan wordt hij verblind. Let op. Wat ziek. Ik ben wel echt bang voor wat er komen gaat, maar goed. We gaan naar Nevada toe. Mr. Kendu's Garbage Disposal. Previously the secret laboratory and research division of Afton Robotics hidden in an old excavation site. This location was abandoned once Afton disappeared and soon sold to the highest bidder. It is now the site of a junkyard and car graveyard, yet holds secrets related to its past. Dit klinkt zo vet. We gaan nu dus eindelijk het spel spelen. Na 20 minuten, maar goed. Oh, we komen aanrijden. Level trap shocking. Wat stond daar? Remove the animatronics stamper locks. Oh, what the heck? Hebben we een map? Wat is dit? Wat hebben we hier allemaal? Ik heb hier knopjes. Ik vind het nu al heel eng. Wat gaat hier gebeuren? We hebben alle tutorials gehad. En we hebben dus serieus 3 van de 4 dingen die we kunnen gebruiken. Maar alsnog vind ik dit echt heel eng. We hebben hier wel een kapotte oude animatronic zitten. Hallo. Hallo Freddy, wat? Flow control, have to interact. Oh, clearance token, wat moet ik doen? We moeten iets typen. Brute force, we kunnen het brute forcen. Precise. Ik hoor wat lopen. Ik hoor wat lopen. Ik hoor wat lopen, wat is dit? Is dat nou een robot die daar staat? Wat is dat? Oké, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Er gaat van alles fout. Oh, en hier is een scooparm. Die moeten we dan gebruiken. Om te scoopen. Oh, ik vind het. Ik heb echt kippenvel. Ik weet dus ongeveer wat we moeten doen, maar niet helemaal. En ik heb gewoon echt alleen maar kippenvel. Oh, en daar kunnen we niet eens heen in de demo. Het is echt gewoon heel... Oh, wat is dit? Oh, een glijbaan. Oh. En hier ligt allemaal spul. Oh, wacht. Deze hebben we nodig, of niet? Om te scannen of er ergens iets is. Zit daar wat in? Daar is een knop. Oh, jongens. Hier beneden zijn dus wel dingen die we kunnen gebruiken voor mij. Oh, daar loopt ook dus een robot. Oh. Ik ga nog wel eens terug naar die floodgate. Ik heb het gevoel dat we daar gewoon de deur open moeten krijgen. Want dat lijkt gewoon heel belangrijk. En we moeten gewoon geen aandacht geven aan dat monster. Dus laten we nog eens proberen. Oh! Oh, nou. Wat is dit? Oh, we moeten water. Hallo? Au.
Au. Au. Oké, dit gaat niet helemaal soepel. Ik denk dat we hem moeten scannen. Ja, hij heeft alles. We moeten hem kapot maken. Alleen ik zit van... Nou. Dit is... Kwaliteit Melvin gameplay. Enige kanaal waar je in een game over scherm ziet in een demo. Oké, we zijn weer in... Oh, die arm is zo eng. Oh, wat? Oh, wat is dit? Waarom is dit opeens een... Ik hoor trouwens... Charge? Wat gebeurt hier? Heb ik iets gedaan? Oké. Ah, nee! Nee, 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 nee. Ah! Nee, au, au, au. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck mijn leven, ga hier omhoog, ga hier omhoog. Waar is hij? Foxy! Nee, nee, ik weet niet wat ik heb gedaan. Oh, 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 oh. Oh, wat is dit? Oh, oh. En nu? Ik ging daar op spatie drukken, er kwamen allemaal errors. Toen hoorde ik weer die Foxy robot achter mij aan, die we volgens mij kapot moeten maken. Want als we hem scannen, zagen we dat hij 6 van die dingen had. Oh, ik hoor hem. Waar is hij? Ja, kijk, daar is hij. Oh, shit. Oh, shit. Oh, chips. Volgt hij mij hier naar boven? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. We gaan wel gewoon, we gaan wel gewoon, we gaan wel gewoon. Ik. Wow, dit is zo kloot, hé. We hebben ook een objectives list, blijkbaar. We moeten dus remove the animatronic stamper locks, close all, folding... Oh, oké. En acquire bolt cutters. We hebben gewoon taken die we moeten doen. Dat is wel handig. Ik ga nog één keer hier even inkijken, want die arm die doet dus heel eng. Die gaat steeds omhoog. Oh, nou. Boltcutters hebben we gevonden. Alles doet het. Do not forget to open... Ja, dit moeten we doen. Dit moeten we doen. Ik heb het gevoel dat we hier nu dus beneden... valves moeten vinden... om alles open te krijgen of zo. Oh, maar waar, oh waar... gaan die valves zijn? Hier beneden? Ik zie het niet eens. Tot nu toe is het een heel uniek spel. Het ziet er echt knijtergoed uit. Maar het, ja, het is ook eng. En het is een hele unieke... kijk op gewoon Five Nights at Freddy's in het algeheel. Oké, maar we gaan hier 3 van die valves zoeken. Is dit er 1? Ja. Ja. Dat doe ik. Oeh. Was dat 1 van de 3? Dat was 1 van de 3. Hier is ook zo'n scooperarm die we kunnen gebruiken. Die scooperarm hebben we dus nodig om die Foxy kapot te maken, denk ik. En deze trenches zijn echt perfect. Om een achtervolging te krijgen met hem. Oh, hier is er nog 1. Interact. Ik voel me echt goed dat ik iets doe waarvan ik het gevoel heb dat het werkt. Dat maakt me altijd heel blij in zulke spellen. Dus we moeten nu nog eentje doen, denk ik. En dan zijn we weer een stapje dichterbij. Ja, de laatste. Of niet? Dit zijn 3. En we moesten de 3 doen. Is het goed? Ja hoor. Nu moeten we alleen zorgen dat we uit deze hele enge trench ding komen. Want het water stijgt. Oh! Oké, we hebben het water doen laten stijgen. Dat is goed. Wat was nou nog meer mijn taak? Ja, we moeten die animatronic kapot maken. En cut loose the bon... Oh, en we moeten Bonnie, die we eerder hadden gezien, kapot knippen. Die was... Ik hoor daar weer dat monster. Chips, 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 chips. We gaan gewoon naar Bonnie toe. Bonnie lag hier ergens, toch? Ja, Bonnie... Waar was Bonnie? Bonnie lag ergens hier vast. Op een heuveltje. Maar nu moeten we Bonnie wel zoeken. Oh, kijk Foxy hier lopen. Oh, jongens. Zo ontzettend eng. Ik heb alleen nog geen Bonnie gevonden. Ik was in de war met Bonnie en Chica. Maar waar is Bonnie? Oh, Bonnie ligt erboven. Oh, we moeten naar boven toe. Maar waar ook alweer? Bonnie. Hey. Ik ga je ook kapot knippen, zodat je naar beneden valt. Oh, Bonnie ziet er wel echt heel heftig uit. Oh. En nu? Cut loose. Ja, dat heb ik gedaan. Wat is nu de bedoeling? Bonnie zit hier nu. Overcharge? Hoe chargen we... Oh, wat? Oh, we moeten gewoon weer die... die wiring task doen. Hatseflats. En nu? Oké, smash space. Smash space. Oeh! Oké. Gaat niet helemaal lekker met... Electrocute Foxy. Hoe? Hoe moeten we... Moeten we deze hier naar beneden drukken of zo? Of niet?
Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij nu Foxy kunnen electrocuteren? Ik denk dat wij de animatronic stamper locks moeten verwijderen van Foxy. Dus we gaan naar beneden. En ik heb het gevoel dat we daarvoor die, die armen nodig hebben. En dan hoop ik dat wij Foxy kunnen electrocuteren. Het is een uitgebreid spel. Een heel uitgebreid spel en demo. Maar ik wil het wel even halen. Ik ben gewoon benieuwd wat er gebeurt als we dat doen. Maar goed, om dit te doen moeten wij dus gaan werken met die armen. Daarvoor hebben wij die detonators nodig. Ik denk dat we gewoon eens een detonator hier moeten plaatsen als dat kan. Zullen we eens kijken. Yes. En dan moeten we hier misschien ook zo'n lamp neerzetten. Zullen we eens kijken of dat werkt. Hatsenflats, hoe werkt... En dan kunnen we zo'n ding ook draaien of zo. Auw! Auw! Doe even normaal. Kan ik die lamp niet weghalen nu of zo? Of als ik de nieuwe neerzet, gaat die dan weg? We staan hier ook te kutten, echt waar. Oh joh, oh, we moeten hem zo draaien. Nou, dan moet hij hier maar... Hoe gaat hij dan? Zo moet hij staan. Daar is een scooperarm. Kijk eens aan, twee van die lampen. Nu moeten we zorgen dat die Foxy achter mij aangaat. Daarin rent en dan moeten wij dat ding detonaten. Met de detonator. Oh jongens. Nu moet ik Foxy dus ook nog gaan zoeken in dit hele grote rotspel. Laat ik nou overal maar gewoon zo'n detonator op plaatsen. Dan schieten we het een beetje op, zeg maar. Als we dan Foxy vinden, is het gewoon bam, Foxy neer. Ja, waar is Foxy? Is Foxy al dood of zo? Hey, heb jij Foxy ge... Ik hoor een Foxy. Foxy zit hier ergens. Maar waar? Oh, daar staat Foxy. Foxy, kom eens achter me aan. Foxy? 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 Nee, zit Foxy vast? Oh, god. Foxy gaat niet helemaal lekker, jongens. Oh, shit. Nu wel. Nu gaat Foxy wel lekker. Oeh, hierheen. Oké, hopelijk werkt dit. En nu? Oh, nee. Jij gaat mij niet doden, Foxy. En nu? Was dat goed? Ja! Ja! Oké, wat moeten we doen? C. Waarom word ik D. We hebben iets gedaan. Ik werd de hele tijd verblind. Oh, Foxy leeft weer. Wat gebeurt hier? Ik zie helemaal niks. Hoe ver zijn wij met dit nu dan? Waar is Foxy? Oh, Foxy is aan het omrennen om mij te kunnen pakken. Oké. Hoe ver zijn we? We hebben pas één. We moeten dit zes keer doen. Ik heb hier toch helemaal geen zin in, jongens. Laten we hier gewoon langs rennen. We gaan het gewoon proberen. Rondje eromheen. Oeh. Oeh. Kom maar. Foxy? Waar is Foxy nou dan? Je stomme Rick. Kom. Ja, het werkt ook nog. Nou. Oké, nu goed opletten. Wat moeten we doen? D, D, S, S. Oké, S, S, C, 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 C. Ja, S, 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 D, D, D. Ja, dat ging heel moeilijk. Hoeveel heb ik er nu gedaan? 3. Oh, oké, dit is niet heel lastig. Ik ga dit gewoon voltooien. We kunnen dit. We kunnen dit niet! Oh, we hebben alles gehaald! We hebben het gehaald! Het duurde even, maar we hebben het gehaald. Ik ga nu proberen. Ja, oké. Bonnie moet nu in dat water. En dan hoop ik dat het klaar is. Please. Het kostte zoveel tijd om dit te halen. Het kost echt veel te veel tijd. Waar is Bonnie? Daar. Kunnen we hier langs? Nee, dat kan niet. We moeten ook helemaal omlopen. Maar goed, uurtje bezig met opnemen. Boeit me niks. Ik wil dit voor jullie halen, zodat ik gewoon vanavond lekker kan slapen. Ja. Bonnie. Ja! F to interact! Ja! Wat gaat er gebeuren? Het is wel een tekening. Foxy loopt in het water. En wij drukken geëlektrocuteerde Bonnie erin. En dan gaat Foxy nu zeker in al dat water gewoon zo. Ja, kijk, daar staan we, de mechanic. Je moet het een beetje inbeelden. Maar het... Haha, wat goud. Was dat het? 21 minuten. Ik had het gevoel dat ik veel langer ben bezig geweest, maar goed. Dit was het ook. Dit was de proof of concept, ja. Wat nou als ik op exit druk? Back to level select? Dit was het. Heb ik hier zo lang bemoeid? Nou, oké. We hebben het uitgespeeld. Ik ben 1 uur en 10 minuten aan het opnemen. Maar ik hoop wel dat jullie genoten hebben. Druk op dat duimpje omhoog. Klik hiernaast op wat anders. Abonneer op mijn kanaal. En Five Nights at Freddy's Afterbuild. Uniek en leuk. Doei mensen!